van het jaar. Clubs in actie. Voetbalclubs hebben een sterk maatschappelijke binding met hun omgeving en zijn daarom zeer actief in de regio. Rode JC doet dit onder andere met de schooltour. Als maatschappelijk partner Eredivisie divisie ondersteunt de vriendenloterij dit initiatief van harte. Wij als Rode JC uh, hebben heel veel contact met de scholen. Wij gaan daar naartoe, maar ze komen ook zeker uh, naar ons toe. We hebben bijvoorbeeld zoals vandaag hebben we de schooltour in de eindfase van de basisschool. Uh, uh, gaan we de kinderen uh, wat bijscholing geven in verschillende uh, onderwerpen. Zo komt bijvoorbeeld het bewegen langs, uh, gezonde voeding. Uh, maar ook zeker uh, omgaan met geld. Want dat gaat natuurlijk ook nu zachtjes komen. Met zakgeld en, uh, en, en de bijbaantjes. Dus krijgen we vanuit krijgen ze wat te weten over weerbaarheid. Hoe ze sterk in hun schoenen kunnen staan. En vanuit André Mozart, dat is een voedingscoach. Daar zijn we zelf ook wel eens geweest. Uh, krijgen ze wat les over wat gezond eten inhoudt. En wat het ook betekent om dat ook daadwerkelijk dagelijks te doen. Zo ook een lunch. Toevallig kom ik er net vanaf. Met de kinderen hebben we lekker geluncht. Ik denk dat uh, met name voetballers heel goed in staat zijn om dat extra onder het voetlicht te plaatsen. Want uh, ik denk dat de roda speler iets meer indruk maakt als ze vertellen over gezonde voeding, dan als het ouders of nee de docenten doen. Je merkt dat Roda enorm leeft, ook in de regio. En uh, ja, ik denk dat uh, de combinatie van dat wij als spelers dan komen uh, en juist die educatie, dat dat een fantastische combinatie is. Dit programma werd u aangeboden door Telegraaf Telesport en de Vriendenloterij. Maatschappelijk partner, Eredivisie.